Mercedes die komt met een compacte elektrische SUV. Die vol zit met de luxe van Mercedes en het comfort. De Mercedes EQA. Mijn naam is Fedde Lammers en dit is de Active EV Test. In deze aflevering vertellen we je alles over de Mercedes-Benz EQA. We vertellen alles over de auto, zodat jij de ervaring hebt alsof je hem al in het echt gezien hebt. We stellen je op de hoogte van een mogelijk alternatief en dit alles op een vermakelijke manier. Abonneer je op ons kanaal, like de video als je hem leuk vond en vergeet het niet te delen met al je vrienden. Alvast bedankt. Er zijn drie mogelijke uitvoeringen van de Mercedes-Benz EQA. Om te beginnen met de EQA 250. Die heeft 190 pk, een 0 tot 100 tijd van 8,9 seconden en een WLTP-actieradius van 424 km. Een iets snellere is de EQA 300. Die heeft 4MATIC, ofwel vierwielaandrijving, met 228 pk, een 0 tot 100 tijd van 7,7 seconden en een WLTP-actieradius van 430 km. Nou, de allersnelste is de EQA 350, ook met 4MATIC, 292 pk, 0 tot 100 tijd van 6 seconden en een WLTP-actieradius van 430 km. Vandaag bekijken we een hele mooie uitvoering, de EQA 250 Business Solution AMG. Heel compleet met een pluspakket, augmented reality, 360 graden camera, panoramadak en nog veel meer. Echt wel een mooie wagen. Ook de velgen, een beetje het gevoel van een spoel of een harp. Als we het complete design van de nieuwe Mercedes kijken, dan is het echt het typische moderne Mercedes design. Met een dichte grill, het Mercedes logo en hier ook een ster. Soms zien we hier ook een ster die zo, waar je mee heen en weer kan bewegen of waar je mee kan richten terwijl je rijdt. Nou, die zit er nou gewoon netjes in. Qua verlichting zie je dat er een LED-strip helemaal over de breedte van de voorkant loopt. En elk merk die geeft een beetje een eigen naam aan zijn verlichting. Nou, bij Mercedes-Benz noemen ze het LED High Performance, ofwel LED-verlichting. De uitvoering die we vandaag laten zien heeft hele mooie velgen, 20 inch. En het heeft een beetje een spoelvorm of een harp, ja, net wat je erin ziet. Het ziet er heel mooi uit. En tegenwoordig zie je ook bij automerken dat ze steeds meer bezig zijn met een aerodynamische vormgeving van de velg. En dat is bij deze Mercedes wel heel mooi gelukt zo. Hele mooie balans. Nou, je ziet ook echt dat het een SUV is met stoere spatborden. Bij Mercedes geven ze de elektrische modellen de naam EQ. En die accenten die doen ze heel mooi in het blauw. En dat maakt de auto een hele mooie samenstelling. Wit, zwart, donkere ruiten. En in details is het ook heel mooi, want als je de deur open doet, dan zie je de Mercedes-ster op de weg. De EQA heeft een hele mooie aflopende daklijn die doorloopt in de spoiler. Nou, aan de zijkant zien we ook brede heupen, wat ook weer heel vloeiend overloopt naar de achterzijde. Het achterlicht is net zoals het voorlicht van LED en loopt helemaal over de breedte. Nou, achter ook weer het mooie Mercedes-logo en optioneel heb je een trekhaak waarmee je tot 750 kilo kan trekken. Als we de kofferbak open doen, dan zien we 340 liter aan ruimte. Nou, om even een indruk te geven, ga ik er even in zitten. Dat geeft een beetje een idee van hoe groot het is. Het wordt helemaal groot op het moment dat je de banken neerklapt en er dan in gaat zitten. Nou, naar mijn beleving als ik hier zit, dan is het echt veel groter dan ik zelf dacht. En heb je echt heel veel ruimte. Nou, behalve vier bananenplanten of wat anders leuks bij het tuincentrum, wil je natuurlijk ook je kleinkinderen, kinderen of een volwassen mee kunnen nemen. Voor het ruimteidee, ik ben zelf 1,83, dus een gemiddelde lengte in Nederland. En ik kan hier heel goed zitten. Ik heb meer dan voldoende hoofdruimte, benen. Ruimte en kan hier echt lekker comfortabel zitten. Ik zou hier zelfs drie keer naast elkaar kunnen gaan zitten. Zoveel ruimte is er achterin. Verder heb je achterin luchtroosters, USB-poorten, een armsteun en bekerhouders. Dit is een auto waarbij hoe langer je samen met hem bent, hoe meer je hem gaat waarderen. Allereerst al de ruimte achterin, maar ook hier voorin is het een hele grote en luxe auto. Ook alles werkt mooi, ook van deze ventilatieroosters die je zo kan draaien open en dicht. Het ziet er heel mooi uit. Van binnen ook een hele luxe afwerking. We hebben natuurlijk een rijk uitgeruste variant mee. Met mooie materialen, rode stiksels, wat echt een sportief uiterlijk geeft aan de auto. En ja, mooie elementen als hier elektrisch verstelbare stoelen. Zit goed. Nou, laten we de auto eens aan gaan zetten en kijken wat die allemaal in huis heeft. Als we het contact aangezet hebben, zien we eigenlijk twee schermen. Het heeft de vormgeving van één scherm, maar het zijn dus twee 10-inch schermen. En de verdeling is heel overzichtelijk. Want hier heb je al je multimedia instellingen. Hier alles voor je klimaatbediening. En hiervoor alles om mee te gaan rijden. En het werkt ook heel overzichtelijk. Als in, nou, hier heb je een trackpad waarmee je alles met de hand kan bedienen. Het is ook een touchscreen, dus je kan het ook gewoon het scherm aanraken. En daarbij heb je ook nog knoppen op je stuur zitten, waardoor je ook nog dingen kan besturen. Al met al dus een hele hoop opties. Behalve alle knoppen en het scherm die je kan aanraken, heb je ook spraakbesturing. En dat werkt als volgt. Hoe warm is het? De buitentemperatuur is 20,5 graden Celsius. Als we dan gaan rijden, doen we natuurlijk even onze gordel om.
En dan zit hier de versnellingspook. Ik zat zelf wel nog even te kijken, want dit lijkt ook wel een versnellingspook, maar dit is puur voor handondersteuning voor je trackpad. We zetten hem hier in zijn D en we gaan lekker onderweg. Als we zo net in de nieuwe Mercedes-Benz EQA rijden, is het eerste wat opvalt als we de navigatie zo aan hebben staan naar een laadpaal, dat die augmented reality navigatie heeft. Dus hier op het scherm zie ik, als hij naar links gaat, allemaal pijlen in mijn navigatiescherm. Een beetje het gevoel van een Volkswagen ID.4, alleen dan niet bij je head-up display, maar in je navigatiescherm. Wat betreft laden kan het natuurlijk thuis met 11 kilowatt en dan zit je in ongeveer 6 uur weer helemaal vol. Maar je kan natuurlijk ook onderweg laden. Bij de EQA zit het laadklepje rechts achter en daar kan je tot 100 kilowatt laden. Dus dat gaat ontzettend snel. Je zit weer van 5 naar 80% vol in een half uurtje. Wil je nou meer weten over elektrisch rijden? Kijk dan onze EV-wijzer afleveringen. Laatst hebben we een aflevering opgenomen over hoe werkt het opladen van een elektrische auto. Je kan natuurlijk ook even op de website kijken, activelease.nl. Daar vind je alles over de nieuwste EV's. De EQA is een beetje de elektrische variant van de GLA. Dus compact, maar toch ook sportief. Maar ik zou wel zeggen, waar hij vooral voor bedoeld is, is een hoge zit. Hij rijdt heel comfortabel. We rijden nu ook in de stad en je merkt als je over een drempeltje rijdt dat hij dat heel comfortabel doet. En dat een hele prettige auto is om mee te rijden. Je merkt ook dat dit de tweewiel aangedreven variant is en die is ook op zich wel vlot. Alleen je hebt ook nog de keuze uit de vierwiel aangedreven variant. Die is nog een stuk sneller, omdat hij dan vier wielen heeft die hij aandrijft. En dat doet een hele hoop met je snelheid. Al met al, hele comfortabele auto, waar je dus ook wel sportief mee kan rijden. De basisspecificaties van de Mercedes EQA. Hij heeft 140 kW vermogen. In verbrandingsmotortermen gaat het om 190 pk en 375 Nm koppel. De 0 tot 100 tijd is daarmee 8,9 seconden. Dit is meer dan genoeg om lekker snel van je plek af te komen en goed mee te gaan met het verkeer. Maar heb je nou behoefte aan meer power, dan kan je het best gaan voor de vierwiel aangedreven variant van de EQA. Stroomverbruik is ook altijd een belangrijke. Bij de EQA 250 zit je daarbij helemaal goed. Hij verbruikt 187 wattuur per kilometer. Als het niet zoveel zegt, de nieuwste elektrische auto's die worden steeds beter in een goed stroomverbruik. De Volkswagen ID.4 heeft vergelijkbare verbruikcijfers. Dan heeft de EQA nog verschillende soorten rijmodussen. We hebben nu heel even in sportief gezet om dat even te beleven. En dan merk ik echt wel dat je sportief met de auto kan rijden. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, je zit wat hoger en de auto is eigenlijk vooral bedoeld voor de comfortabele mode. Om zoals nu in de stad lekker comfortabel te rijden en als je even dat vermogen nodig hebt, dat je het ook zo kan gebruiken. Je hebt ook nog een eco-mode waarbij die zo zuinig mogelijk omgaat met je actieradius. Wat we steeds meer zien bij nieuwe auto's is dat ze vol zitten met veiligheidssystemen. Dat zit de nieuwe EQA ook. En met een reden, want het werkt gewoon ontzettend goed. Dus hij helpt je bijvoorbeeld netjes tussen de lijnen te blijven. Hij helpt je als er mogelijk een ongeluk komt. En hij zit zo vol met allemaal veiligheidsopties. En het is ook echt een auto die heel leuk is wat betreft gadgets. Zo heb je je hele auto, ja, zit echt vol met allerlei instellingen om het dashboard aan te passen, om de verlichting aan te passen. Het is echt een auto voor de man of vrouw die houdt van gadgets. Als we zo met de Mercedes EQA sturen, valt het op dat het een hele comfortabele auto is. Als je de bocht doorgaat, merk je dat het sturen een beetje meegeeft op een hele ontspannen manier. Dus dat werkt heel goed voor je comfort. Ga je nou wat sportiever rijden, dan merk je dat het wat minder prettig werkt. Niet dat het heel storend is, maar daarmee merk je wel dat het echt een comfortabele auto is. En ook wel sportief, maar meer op comfort. Om je op een leuke manier even aan het denken te zetten welke auto het best bij jou past. Want voor het budget van een Mercedes-Benz EQA kan je ook een Volkswagen ID.4 of een Ford Mustang Mach-E leasen. Beide ook mooie auto's. Volkswagen ID.4 iets meer een familieauto met een futuristisch design en dus wat meer ruimte. Een Mustang Mach-E wat meer een sportief rijdende auto met een sportback design. Dus beide auto's die je ook zou kunnen overwegen. Als we een model pakken die je heel goed één op één met de Mercedes EQA kan vergelijken, is het de Volvo XC40 Recharge P8. Qua design en vormgeving lijken die namelijk best wel op elkaar en je hebt net zoveel ruimte. Qua gebruik zijn het wel wat andere auto's, want ik vind persoonlijk de Mercedes wat meer een wat luxere auto. Vol met luxe opties en gadgets en het zit echt helemaal vol. En daarin is de Volvo ook weer heel praktisch. Qua plezier zit er wel een groot verschil, want de Volvo is echt een bom. Echt, als je daar gas mee geeft, dan komt er echt 408 pk los. Dat is echt heel veel. De Mercedes is ook snel, maar niet zo snel. Nou ja, of het een of het ander dan belangrijker voor jou is, dat maakt denk ik de keuze of een Volvo
of een Mercedes. Wil je dan nog meer info hierover? Dan kan je het best contact opnemen met Active Lease. Die kunnen jou precies adviseren welke auto bij jou past. Ofwel, ben jij op zoek naar een auto met een krachtig design, die van binnen vol luxe zit van Mercedes, die heel comfortabel rijdt en snel accelereert als jij dat nodig hebt, dan is de Mercedes EQA absoluut iets voor jou. Nou, wil je hem leasen? Bestel hem dan via activelease.nl. Vond je dit nou mooie content en wil je meer zien? Abonneer dan op dit kanaal, like de video en deel het met al je bekenden. Bedankt weer voor het kijken en graag tot de volgende.